Waarom heb ik altijd de pech op het moment dat ik wil gaan bouwen tot er een solar eclipse moet gaan beginnen? Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria 1. Ja, jullie kennen dit er ondertussen wel. We willen gaan bouwen en dan weten jullie wat er bij mij altijd gaat gebeuren. Ken ik niet heel even... Dit werkt ook. Dit werkt ook. Ik bedoel, oh. Nee. Dit werkt niet. Ik ga het gewoon weer proberen. Ik ga hem gewoon hier weer staan. In de vorige aflevering waren we rustig gaan bouwen. En in deze aflevering komen we er dus achter dat we weer een solar eclipse hebben. Omdat, ja, we mogen niet bouwen. Oh, die vampieren zijn zo irritant. Auw. Jullie nou eens even neergaan. Ik denk dat ik beter gewoon eigenlijk met mijn sniper kan gaan lopen spelen. Oh boy. Oké, ik ga gewoon met mijn sniper spelen. Poef. Oh, dat werkt nog goed ook. Oké, moet ik het wel goed doen? Huh? Hoe vaak moet ik wel die hulp gaan vragen bij mijn nurse? Snot. Ga neer. Jij ook. Au. Au. Ik moet denk ik toch echt een teleportatiesysteem gaan vinden vooruit mijn... huisje of zoiets. Oké. Okay. Het is stil. Beetje te stil als je het mij vraagt. Ah. Mashana. Dat vind ik zielig. Gewoon rustig zo blijven schieten. Dan komt alles wel goed. Niet voor jullie, maar jullie kunnen van die toxic dingen schieten. En dat is eng. Die dingen zijn ook eng. Maar die kunnen wel een leuke sum gooien. Ik bedoel, er zijn nu heel erg veel nieuwe vijanden. We hebben inderdaad de vampieren. Die heel vervelend zijn. Maar we hebben dus nou verschillende monsters. We hebben de swamp monsters hebben we dan nog steeds. Maar we hebben dus ook bijvoorbeeld nu de... Weet je dat, die beestjes die je net zag, die flasks gooien, die potions gooien. En, ah, weer eentje die gesleend is. Die zijn nieuw, de chainsaw creatures. Op zich staan we zo wel goed. Die sfeerballen, die zijn nieuw. Dan heb je ook nog pinhead, die ik nog niet voorbij heb zien komen. Oh, jeez. Oké, wij gaan vliegen. Dit gaat gevaarlijk worden. Als die beesten beginnen te spawnen, dan weet je dat het gevaarlijk gaat worden. Nou ja, in ieder geval weten we dat Steve veilig zit. Mijn controle weigert. Hele verkeerde timing. Oké. Gewoon concentratie. Vaporeon, beetje hulp graag. Dankjewel. Oké. Alle extra damage die kan komen, dat is altijd mee. Oké, goed zo. Vielen. Oh, echt, het spant te veel. Oh, jij doet gewoon 100 damage. Hoi. Hoi. Dit wordt dadelijk een death. Ah, ik wou net naar de dingen toe gaan en dan kon ik niet meer. Maar ja, waarschijnlijk heb ik de beest wel dood. Ah, solar eclipsen zijn nog steeds een ramp. Zeker in expert mode.
Niet nog één! Oh, kom op! Ik probeer gewoon... Je staat nergens veilig. Er is geen manier om ergens veilig gewoon te staan. Nou ja, gelukkig nog maar 40 seconden, dan is het afgelopen. Ik heb echt een hekel aan Blood Moons. Of solar eclipsen. Nou, laten we maar eens even kijken naar de dingen die we dus hebben. We hebben weer een Jack Neptune Shell. Whoop-de-doo. Ik zal eens even kijken, want er zijn een paar dingen die we dus nog nodig hadden van de Blood Moon. Ik zie trouwens dat we weer geen ding hebben gekregen. Zo'n ancient... Oké, Neptune Shell die hebben we al, dus die kan verkocht worden. We hebben een Moonstone, die is handig. Die hebben we zeker eentje nodig. We hebben nou nog alleen de Sunstone nodig. Deze drie die kunnen gecombineerd worden, dat scheelt eigenlijk ook weer ruimte. We hebben weer een Death Tickle, maar die hadden we al. We hebben deze. We hebben de Godly Chainsaw. 147 melee, die... Volgens mij werkt die ook als een axe. Yep, axe power, 150. Nou ja, deze die is sterker. Dus laten we deze maar dan verkopen. Ik bedoel, doen er toch niks mee. En we hebben de Eye of Cthulhu. Een van de sterkste yo-yo's in het spel. Misschien handig als we de melee shit gaan doen en we gaan de golem, want die wil ik toch het liefst met een yo-yo gaan slaan. Kan handig zijn. Denk ik. Ik gooi hem gewoon eventjes in de wappers. Wat is mijn geluid? Is er in één keer heel erg stil. Nou, ik denk dat ik deze inderdaad even in de wapens gooi. En misschien dat we voor Master Yo-Yo kunnen gaan. Eventueel later. Tot we dan een Yo-Yo-dinges kunnen noemen. Dat is wel handig voor de golem. Maar de golem, daar wil ik eigenlijk nog niet naartoe. Ik wou eigenlijk een huisje bouwen. Maar alles veranderde toen. De solar eclipse. En daardoor is dit ding heel erg handig. Want dan kun je hem gewoon skippen zonder dat er iets gebeurt. Maar nee, ik kon hem niet skippen. Want het spel vond het niet goed dat ik hem zou skippen. Oh, want vergeet niet, ik heb de vorige keer per ongeluk daarop gedrukt. En hoeveel presents hebben we ondertussen weer? 15. Ik zie weer een... We hebben Mrs. Claus set nu. Joepie. Ja. Ik heb wel weer al die koekjes. Ik wil alle koekjes. Ik heb honger. Ze hebben koekjes. Oh, outfit kissie. Nou, we kunnen reindeer zijn. Wat leuk. Nee, ik vind reindeer... Nee. Deze dingen die hebben we ook al genoeg. Ik bedoel, serieus, een snowglobe. Je wordt er echt mee doodgegooid. Vergeleken met de Halloween presents. Word je hier echt mee doodgegooid. Dus deze mogen dan hierbij. Kan ik het jullie laten zien? Volgens mij krijg je dan een debuff. Kijken. Heb je een debuff? Ja, ik dacht dat je van eindelijk juist een debuff kreeg. Ah, ik krijg dezelfde cooldown, dus het is nog steeds zinloos. You've been naughty this year. Jee, ik heb kool gekregen. Alleen maar omdat ik klaag over het kerst-event, dat hij niet zo awesome is als het Halloween-event. Nou ja, we hebben in ieder geval weer heel veel te verkopen, dus. En dan gaan we eindelijk beginnen aan het bouwen. Humphrey. Ik heb de sniper geëquipt, hè. Ja, Humphrey. Luister. Ik wil even dingen verkopen. Dus, die hebben, die mag je hebben, die mag je hebben, die mag je hebben. Die mag je ook hebben, en... Hallo, daar rennen een weerwolf die alles naar beneden kilt. Volgens mij gaat Santa het niet overleven. De Neptune Shell die mag ook verkocht worden. En ja, ik denk dat het ondertussen het beste is om ook heel eventjes ervoor te gaan zorgen. Dat we het geld dit keer nou hierin hebben gegooid. Want elke keer verlies best wel veel geld. En ik kan er weinig aan doen. Het is gewoon zo not fair. Oké, nou laten we hier heel eventjes een opening gaan maken. En daar eventjes een extra tak van gaan maken. Dus ik denk dat ik dit zelfs heel eventjes in fast forward modus doe. We'll be right back.
jullie zullen het al in de Fast Forward gezien hebben, maar ja, jullie weten het. Op het moment dat ik aan het bouwen ben, komen alle events tegelijkertijd. We hebben een Blood Moon gehad, we hebben een Solar Eclipse gehad en natuurlijk moet er dan ook nog regen gaan, of slime regen komen. Ah, jongens, ik knip dit wel heel eventjes naar boven toe, dus ik zie jullie in een seconde. Wauw, dat was de snelste King Slime ooit. Nou, hebben we dat ook weer gehad. Mooi. In ieder geval, het ijshuisje is af. Mooi sneeuwlaagje erbovenop. Dat wou ik een beetje geven, zo'n beetje sneeuwlaagje. Misschien een beetje te wit voor een gewoon sneeuwlaagje. Maar het is gewoon pure sneeuw, zullen we maar zeggen. En dan gewoon inderdaad, aan de onderkant kan geen sneeuw natuurlijk liggen. Dus dan heel erg mooi hier zo... de blauwe gloed van een beetje een ijshuisje. Ik vind het wel een... ik vind hem wel geslaagd. Oké, dan is de logica natuurlijk wel weg van... Hoezo is deze dat niet en deze dat wel, maar... Lekker belangrijk. Ik bedoel serieus. Ik vind hem awesome. Ik hoop dat jullie hem ook awesome vinden. Yay. Goed. Ik ga mijn eigen voorbereiden op de boss battle die ik eigenlijk al een tijdje wou gaan doen. We hebben nou weer te pakken gekregen allemaal. Die mag ook. Oh boy. Ik heb weer een heleboel te verkopen. Slime gun, ninja pants, solid fire, spiked royal gel. Nog meer van die bouwblokken. Nog meer blue paint die ik niet meer ga gebruiken. Ninja hood, rope. Gel waar we al veel te veel van hebben. Deze dingen die moeten dadelijk weer terug. Die hebben we niet meer nodig. Dat hebben we niet nodig. Dat hebben we niet nodig. Die heb ik niet nodig. En de rest mag allemaal gewoon terug de dingen in. Dus geef me even een seconde. Oké, nou, ik neem de hard lanterns neem ik mee. Ik neem wat wood mee. En ik denk dat ik inderdaad voor de crystallized bullets ga. En ik hoop dat dat een goede setup is. Oh, wacht, dan moet ik natuurlijk ook de baas meegaan. Want wij gaan namelijk voor een enorm gevaarlijke baas. En dat ga ik in deze aflevering doen. Want ik wil in deze aflevering wil ik gewoon een gevaarlijke baas doen. Ik ga gewoon één keer proberen. Ik ga niet te gek doen. Dan weten jullie al welke gaat komen. Yup. Primal Magikarp. Die gaan we bellen. Zo snel mogelijk. ASAP. Hoppakee. En ik heb al een beetje zitten te kijken aan welk... Hallo random cash die daar ligt. Natuurlijk neem ik je graag mee. Ik heb al een beetje zitten te denken van... Goh, waar zou ik voor gaan? Wat zou ik het beste... Wat kunnen we het beste meenemen? En ik dacht bij mijn eigen crystal bullets kunnen op zich wel heel erg goed zijn. Plus... Ja, het is een watertype. Dus Livion die zou gewoon heel erg goed moeten kunnen helpen ertegen. En ja, crystal bullets... Ja, ze doen meer damage. Dus het kan heel erg goed zijn. En ik zat ook al te kijken van gaan we nou links of gaan we nou rechts. De andere kant is het volledig corruptie. Dus het lijkt mij gewoon het beste om hem echt hier te gaan bevechten. En dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat we hier de bovenkant gaan gebruiken. Dat we hier boven dus rond gaan rijden. Het is echt de bedoeling dat we eventjes een kleine arena daar beneden gaan maken. Vandaar dat ik de Hard Lanterns mee heb genomen. En natuurlijk, mooi, dat ik natuurlijk ook... gelijk dingen mee wil nemen. Hoe heet dat? Campfires die we overal gaan plaatsen. En tot we dus inderdaad een mooi cirkelpatroon kunnen gaan maken. Dus, ik wil niet zinken! Dank je. Goed. Dus, ik wil eventjes wat extra wooden plateaus maken. Dus, dit vissen hier, dat wordt namelijk heel erg gevaarlijk dadelijk. Oké, nou, we hebben hier een klein trapje. Daar omhoog gaan, dat maakt niet echt zoveel uit. Ik zou zeggen, maak het gewoon hier eventjes zo af. Misschien handig dadelijk om even die blue candle hier weg te halen. Jongens, ik doe dit heel eventjes in de fast forward, want we hebben al genoeg gebouw gehad. Maar zelfde player, Stevie, we hebben nog steeds niet ondertussen je hele leuke dingen gehad voor wapens en zo. Dat komt nog wel. We hebben al zoveel bouw gehad en ik durf gewoon niet meer te bouwen. Zo dan. Goed bezig, Livion. Je bent awesome. Oké. Ja... we hebben onze buff potions. We hebben onze stuffs. We zitten op full health. Oh boy.
Let's do this. Oké, ijsbakker. En hij is een stuk sneller dan ik gewend ben. Maakt niet uit. We can do this. Oké. Hou zijn aanvalpatroon goed in de gaten. En ik schiet met mijn verkeerde kogel, zie ik. Oké, die trap gaat een probleem worden. Aha! Ik ben al te slim af. Alleen, ik moet heel erg snel eventjes kunnen proberen. Ah, net te laten me naar beneden drukken. Maakt niet uit. Help! Ik heb geen health potions! Ah, ik ben ik dom! Oké, als ik dit voor elkaar ga krijgen, dan vind ik ook een medaille krijg. Oh boy. Wauw. Dat ging fout. Vooruit, we gaan het gewoon nog een keertje proberen, alleen dan wat beter voorbereid. Wauw. Maar ja, het is Primal Magic Carp, wat verwacht je nou? Oké, nu weer met health potions. En dat ik niet meer met verkeerde ammo zit. En dat ik beter kan focussen op het gevecht zelf. En voor dit gevecht wil ik één ding doen. Jongens, ik weet dat het uitzoomend beeld is. Maar voor dit gevecht... Ja, sorry. Daar heb ik liever toch gewoon het uitgezoomde beeld van. Omdat ik dan wat verder kan kijken. Ik bedoel, het is expert mode. Dus ik hoop dat jullie het met een beetje kunnen vergeven. Maar ja, we hebben echt deze ruimte nodig om Dukefish rond te bevechten. Dus ik hoop dat jullie het niet erg vinden. Maar ja, dit wordt dus het gevecht op dit moment. Hij is wakker. Oké, buff. Nou, ik ben nou al gelijk geraakt, zeg. Oh, kom op. Oké. Zoals jullie zien... Oh, dit is nog alle Sharknado. Oh boy. Goed, ik ga concentreren, jongens. Wauw, 197 damage. Wauw. Dat ding is dodelijk. Oké, ik ben er niet klaar voor. Ik ben hier totaal nog niet klaar voor. Primal Magikarp laat niet met zich zollen. Damn, die is pittig hier. Normaal gesproken, in gewone modus kun je dat makkelijk aan, maar hier niet. Ik zou heel even mijn scherm even fixen. Zo, dat is toch ietsie pietsie beter. Nou, dan hebben we in ieder geval dus tot ik moet gaan farmen voor Turtle Shells. En tot we dus het leuke huisje van de wapens en alles gaan maken. Maar dat bewaar ik in de volgende aflevering. En zoals beloofd komen er dus nu twee bordjes van A Wall of Awesome Comments. Dus ik ga er heel eventjes op focussen. Ik heb geen flauw idee hoe lang dat deze aflevering is. Maar ik hoop dat de aflevering lang genoeg is en zo niet. Ja, dan sorry. Het is toch een tweeparter geweest. Want we hebben een solar eclipse gehad. We hebben gebouwd. We hebben de dingen gehad. Dus vandaar. Goed, ik wil heel eventjes de Wall of Awesome Comments. Ik zie jullie in een seconde. Niemand weet waar ik ben. Ik ben hier. Het is altijd even grappig als je zo onzichtbaar in één keer bent. Maar goed, in ieder geval, comments zijn geselecteerd. Comment 30 van aflevering 30 van gisteren hebben we helaas... gisteren. Hebben we helaas dus geen comment kunnen plaatsen. En die komt van Delano van Donk. En Delano van Donk had geschreven... Yay, Eevee is leuk! En doe nog zeggen tegen Eevee dat die lief is. De groeten van Delano. Nou, Delano, speciaal voor jou... Eevee, je bent lief. Ook al ben je nu een Glaceon, je bent nog steeds lief. Groeten van Delano. Bedankt voor die geweldige comment, Delano. En welkom in het huisje van de Awesome Comment. Dan gaan we gelijk door naar de van eigenlijk oorspronkelijk deze aflevering van Delano. Die had hem eigenlijk van de vorige aflevering. Dat maakt niet uit, ik moest het weer in verband met de stomme solar eclipse. Maar goed, die komt van Finn van der Wegen. Mag ik hem heel eventjes in het blauwe scherm, alsjeblieft? Dankjewel. Ik heb echt het vreemdste ooit meegemaakt. Ik was toevallig in de corruptie en die was niet eens dicht bij de jungle. En toen kreeg ik de jungle key mold. Nou, ik heb daar toen op geantwoord volgens mij lucky, maar dat is inderdaad wel heel erg apart. Misschien dat je in een corruptie was wat in de jungle zat, of misschien dat je
Dik bij Jungle Block zat. Dat kan van alles zijn. Of misschien is het gewoon een glitch geweest en heb je gewoon heel erg veel geluk gehad. Laten we het daarop houden. Maar in ieder geval geweldige comment. Dankjewel voor het delen van die ervaring. En natuurlijk welkom in het huisje van de awesome comment. Heb je nou zelf ook een leukste momentje die je zelf een keertje hebt meegemaakt in Terraria? Of een leukste momentje van deze aflevering? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Hashtag ik heb een hekel aan events als ik aan het bouwen ben. Damn, dat is een lange hashtag. Maar dat maakt mij niet uit. Dat wordt gewoon de hashtag van vandaag. En ik heb gisteren eigenlijk helemaal geen hashtag gedaan. Who cares? Anyway, bedankt voor het kijken. En ja, laat een like achter natuurlijk als je daar de tijd voor hebt. Ik denk dat dit de laatste aflevering is voordat Kerstmis gaat beginnen. Dus ik wens jullie allen echt een geweldig kerstfeest toe. En natuurlijk heel veel gezelligheid. En ja, misschien ook spelletjes. Ik weet niet hoe dat je Kerstmis viert. In ieder geval maak er een topdag of twee dagen van. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal weer te zien na kerst bij een volgende video. Dus tot dan. Vrolijk kerstfeest iedereen.